eens zien welke constructie je hebt. Ik vind dat wel zeer cool, hè? Ik ben op Facebook Live en op Instagram Live. Dus ik moet even zien welke camera ik kijk. Maar het is een testje. Omdat wij merkten dat sommige mensen die op Facebook zaten niet op Instagram zaten. En andersom. En dan was het jammer. En zo kunnen we eigenlijk wel meerdere mensen bereiken, hè? En dan gaan we eens kijken, hè, waar we de meeste betrokkenheid en de meeste volgers enzovoort op hebben. Dus ik hoop dat mensen van mijn team ook meekijken en dat die kunnen antwoorden op alle vragen, hè, die er gesteld gaan worden. Ja, oh, Carrie is al op Instagram ziek. Ik moet echt goed nadenken, hè, op welk kanaal ik zit. Ik heb hier mijn telefoon op Facebook en dan de linkse telefoon. Dus deze, op Instagram. Ik weet niet of het raar is voor de mensen die kijken. Dus het is een testje vandaag, dus we zien, voilà. Ik ga gewoon al beginnen met de tutorial, want het is 20:31. Wat gaan we doen vandaag? Ik dacht, gaan we eens helemaal out of the box denken. En we gaan werken met blushers. En we gaan die blushers multifunctioneel gaan gebruiken. Een hele mooie kleur is namelijk de corail. En de corail is een koraalachtige tint die eigenlijk iedereen staat. Maar die wordt te weinig gebruikt, vind ik persoonlijk. In de tutorials, dus ik dacht, ik ga daar iets mee doen. Ik ga die namelijk gebruiken als blush, maar ook als oogschaduw. En ik ga je verschillende technieken laten zien. En ik ga werken met de multi, want dat is een van mijn favorieten. En die ga ik combineren. Dus ik ga die doen op mijn huid natuurlijk, maar ook op mijn ogen. Ik ga die combineren met de munt oogschaduw. Mijn munt oogschaduw, ik heb hem al eens in tekstelje gedaan, is echt wel zo een muntkleurige... muntkleurige oogschaduw. Dus dat is een beetje gewaagd. Het lijkt misschien vervelend, maar het is echt waar niet gewaagd. Ik ga heel snel mijn huid doen. Heel kort. Zo rap als ik kan. Moet ook gebeuren, hè. Zo rap als ik kan. En dan gaan we erin vliegen, hè. Ik ga eerst nummertje 2 van de liquid foundation gebruiken. Hup, hup. En die ga ik onder mijn ogen zetten. Kijk, klein beetje kan ik hangen. Ik word helemaal vol met stickertjes enzovoort. Hebben jullie allemaal een leuke Pasen gehad? Plaatselijk wat meer. Ik heb eigenlijk wel een leuke Pasen gehad. Ik heb Paas een beetje gedaan natuurlijk. En paaseitjes geraapt. Ik heb ze niet zelf geraapt. Ik heb gekeken. Het was heel tof met de kindjes. En dan hebben wij zo, wow, ja, beauty day gedaan. Lille Louise heeft mijn haar gekleurd. Je ziet, het is hier een klein beetje wat... De uitgroei is gedaan. Een klein beetje roster. Maar dat was zich wel weg. Ik vond het wel grappig. 7 jaar en ze heeft mijn haar gekleurd. Dus die is slecht, hè? Bij gebrek aan kappers in de buurt. En kappers die open zijn. Dan heb ik gewoon even heel lichtjes die liquid 2 gedaan. Dan doe ik heel, heel rap de nummer 4. En ik ga het erover doen, hè. Ik ga het heel snel doen, omdat ik eigenlijk vandaag vooral focus ga leggen op mijn wenkbrauwen. Op mijn wenkbrauwen, wat zeg ik? Ik zie dat mijn wenkbrauwen niet gedaan zijn. Ik denk geen over mijn wenkbrauwen. Op mijn ogen. Omdat ik jullie dat wil zien, laten zien hoe ik dat doe. En dat is eigenlijk al een hele leuke techniek voor iedereen die zegt, ik wil mijn oogschaduw nu eens heel fel doen. Ik heb een blush nog die doen, hou ik voor Seffes, want ik weet dat nog niet. Soms is het zo dat ik mijn ogen eerst doe en dan denk ik, afhankelijk van hoe wild en creatief we gegaan zijn, kan ik dan mijn blush ofwel wat softer doen ofwel wat feller. Dus ik ga nu rustig zijn. Nu, stap 1 is natuurlijk... Ogenlook eye primer. Als je een kleur fel wilt, gaat je daar iets onder moeten zetten wat plakt. Ja? Dus, ik zet hier eye primer op. En ik ga dat gewoon rap, rap, rap. Met mijn vingers. Zo. Weg doen. Dan ga ik iets geks doen. De felle optie, Melly. Ga ik de liquid concealer nemen of de liquid foundation. Dan mogen jullie zelf volledig zelf kiezen. Samen met de smudge kwast. De smudge kwast is een kwast waar je heel precies mee kunt werken. Ik heb hier dus een klein beetje
concealer op gedaan. En wat ga ik doen? Ik ga mijn concealer op mijn ogen zetten, want ik wil lichte kleuren gaan aanbrengen. Als ik lichte kleuren ga aanbrengen en ik wil dat die fel zijn, moet ik daar een felle basis onder zetten. Dat is eigenlijk een klein beetje griemen wat ik jullie ga leren, maar om het toch een heel mooi effect te krijgen. Dit doe ik heel vaak als ik moe ben of ik heb zo mensen die ik moet opmaken. En dan denk ik, die hebben zo wat donkere ogen of oogschaduw pakt niet goed. Of het moet lang blijven zitten, dan doe ik dit. Dit is de ultieme truc om een lichte kleur uit het potje ook licht te houden. Dus ik zet die op. Kijk, ziet je dat? Dat is redelijk fel erop gezet, maar wel ingewerkt. En dan ga ik eraan beginnen. Wat ga ik doen? Ik vind de Corail. Dat is zo die Corail, ja, die blush-achtige. Met de kwast waar ik net mee gewerkt heb. Nu heb ik hier toch geen doekjes zeker meer. Ofwel, yes. Wacht dan. Een doekje. Ik veeg het natuurlijk wat af. En dan ga ik de Corail nemen, de blush, met dezelfde kwast. Ik dep hem in mijn potje en ik ga die op mijn oog zetten. Kijk wat er dan gebeurt. Dit is zo mooi. Zo mooi, die kleur. Kijk. Andere kant ook. En je hebt geen fallout, hè. Dus je kunt alles van Saint-Pierre-Saint multifunctioneel gebruiken. Hè? Je moet niet een blush als blush alleen gebruiken. Je kunt perfect een blush ook gebruiken als hoogschade. Wat ik nu aan het doen ben, kijk hoe mooi dat is. Ah. Dus, bij wie zijn zo die koraaltinten mooi? Bij mensen met blauwe ogen, mensen met groene ogen, mensen met grijze ogen, mensen met bruine ogen. Dus eigenlijk binnen iedereen. Koraal is zo'n tint, net zoals turquoise, wat eigenlijk bijna bij iedereen staat. Ook als je dat draagt van kleding, dat is een kleur die je huid warmer maakt. Je ziet er gezonder uit. Dat is typisch wat koraal doet. Hè? Dus als je zo'n flatte dag hebt, moet je koraal erop doen. Voilà, dat doe ik hier. Dus als je goed kijkt, ik heb dat zo 2/3 tot ja, het einde gedaan. Hè? Ziet je het? Dan heb ik hier nog een stukje overgelaten. Dan veeg ik even mijn kwastje af. Ja, en dan ga ik naar mijn munt. Munt is dus dit kleurtje, dat liet ik er straks al wat zien. Dus het is zeker raar in 2 camera's. Ik weet het niet of het voor jullie wel fatsoenlijk overkomt. En dan neem ik dus ook weer hetzelfde kwastje. De munt, en die zet ik hier. En die is ook zo mooi. Kijk. Nu, ik heb roze aan. Hè. Ik had eigenlijk gewoon beter iets munt aangedaan of iets koraal, dat was dat eigenlijk nog schoner geweest, want nu ben ik eigenlijk kleurboekjes aan het waarden. Maar ja, oh, ik vind dat echt mooi. We doen dat allemaal te weinig, zo qua kleurtjes. Goed, gewoon een beetje daarover gaan, dat je zo'n schone overgang krijgt. Dan neem ik... Eigenlijk heb ik nu een blender nodig, voilà. En ik heb al een paar keer gezegd... Dat in de arcadeboog je het best mat houdt. Ja? Ga het nu niet met nog eens Corail in die boog hier gaan schaduwen, want dat gaat heel fel. Dat is niet stijlvol gewoon, dat is niet mooi. Dus wat ben ik nu doen? De Blush Passion nemen, of café, of iets bruinsachtig, dat kun je gebruiken. En daarmee ga ik een klein beetje hier aan de hoekjes schaduwen. Maar dat moet je zelfs niet doen. Want ik vind het zelfs ook al mooi om gewoon niks te doen. Gewoon dat bewegend ooglid. Maar waarom doen we dat wel? Omdat dat het oog gaat vergroten. Als je dat te fel vindt, gaat je daar gewoon even met een kwast over om het geheel te verzachten. Dus ik heb gebruikt Corail en dan mond. Maar zet er dan eerst een concealertje onder. Dan. De multi, had ik ook gezegd, kunnen we ook gebruiken. Multi is ook een hele mooie om een accent te gaan leggen. Wat je ook vaak kunt doen met penselen en met oogschaduw, is die nat maken met bijvoorbeeld Le Fixeur. Ik spuit het daar gewoon een klein beetje op. En dan ga ik in mijn multipotje. Ja. En dan kun je zeggen, oh, ik ga met mijn multi hier... Doe je dat? Klein beetje licht brengen. Maar dat je dat nat hebt gemaakt, is dat natuurlijk iets feller.
Je kunt hier even zo de overgang tussen het groene en het turquoise. Ook even zo. Hop, gewoon deppen, hè. Echt zo. Pop, 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 pop. Meer moet dat niet zijn. Wat er nu wel mooi bij is van lijntje, is bijvoorbeeld grijs. Gebruiken we te weinig ook weer. Ga ik hier van onder. Dat moet niet, hè. Maar ik vind dat wel schoon dat je dan toch een beetje kracht zet. Omdat dat allemaal heel frisse tintjes zijn. Kun je daar een beetje kracht zetten. Maar dan zou ik het niet met zwart doen. Want als je nu zwart gaat gebruiken, gaat het zo het lieve, wat deze kleuren nu geven, gaan die weg. Gaat dat weghalen. En dat is dan een beetje jammer, hè. Dus ik ben zo wat en ook weer aan het verlengen. En dan ga ik met een propere kwast best, ga ik dat klein beetje ook weer vervagen. Dat is dus het grijze potloodje ook mooi, hoor. Ook weer zoiets of veel mensen niet gebruiken of niet, ja, omdat ze het niet kennen. We grijpen altijd wel sneller naar bruin of naar zwart. Ik ook, hoor, voor mijn dagelijkse dingen. Maar ik vind dat wel een stof als je zo van die frisse tinten doet. Beetje verlengen. En het is toch zo een beetje lente, hè. Nu ga ik even in mijn munt. Dan ga ik soms zachtjes in overgang doen. En nu doe ik van boven wel een eyelinertje. Slaapel! Ja. Dus, eyelinertje. Waarom? Ik heb daar een vals wimperje natuurlijk op. En ik wil die overgang verdoezelen. Hup, maar ik doe wel een dun eyeliner. Ziet je? En ik doe een kleintje. Zo weinig vragen vandaag. Hup, klein tikkeltje. En ik wil even terug met dat groen hier met mijn munt. Want ik heb dat geknoeid. Ik heb er zo klein. Ziet je dat? Dat stipje eyeliner. Voilà, nu is het weg. Zijn er mensen die dat durven zo? Ik vind dat wel eens leuk. Nu, ik zou dat wel doen. Ofwel als je die tinten aan hebt. Ofwel als je iets neutraal aan hebt. Met dat roze kleedje is dat een klein beetje te veel. Allee. Mascara. Hier veel accent leggen. Als je van die poppenogen wilt krijgen, moet je aan de voorkant vooral accent leggen. En moet je ronde ogen creëren. Ik zal dat misschien dadelijk eens doen, deze techniek, voorbij. Als je zegt, ik heb kleine ogen en ik wil ze vergroten. Dan moet je altijd zorgen dat je accent van je eyeliner en je mascara in het midden van je oog ligt en niet aan de buitenkant. Ik heb vrij grote ogen, dus ik leg hier het accent. Ik doe dat meestal in het midden niet, maar dat gaat heel veel doen. En ik wil je dat zelfs toch wel eens laten zien. Wat ik bedoel. Dus als je een eyeliner dadelijk in het midden waaronder gaat tekenen, dan gaat je grotere ogen krijgen. Ik heb nu een dun lijntje gemaakt. Dus ik ga nu eens plaatselijk in het midden van het oog een beetje boller gaan. En dan gaat je zien wat ik bedoel. Goed, ik ga het één oogstje doen, hè. Dus hier, als ik hier zo, eigenlijk recht boven uw iris, als ik daar mijn eyeliner wat boller teken, gaat dat oog groter lijken. Dus ik zal het heel snel doen, hè. Dus ik bedoel hier eigenlijk. Kijk, ik kan hier zo een bolletje het maken. Ziet je dat? Ziet je wat ik bedoel? Even door, omdat dat mooi verbonden is. Kijk. Wacht, nu moet je dat. Nu ga ik in de twee camera's zo eens even recht voor mij kijken. Dus, dit is ronder en meer open. Dit is strakker en wat smaller. Hetzelfde hier. Dit is ronder. Ik hoop dat je het verschil ziet op camera. Ik zie het alleszins heel fel. Als ik zo recht voor mij kijk, dan zie ik dat veel meer poppy is. Ik vind dat eigenlijk wel misschien wel nog wel kunnen bij dit, dat zo wat bolken is, hè. Dus ik zal het hier nog eens doen voor de mensen die dat leuk vinden om eens te doen. Dus hier. En eigenlijk als je oog toe hebt, hè, lijkt dat alsof dat hier is. Maar eigenlijk is dat veel eerder. Dus daar moet je niet in vergissen. Eigenlijk is dat als je oog open hebt, zie je dat goed. Dus dat hier al. En niet daar.
Dus redelijk snel rondgaan. Maar begin met een basis eyeliner. Hè? En verbind het een beetje. Ziet je het? En een eyeliner is heel snel droog. Dus don't worry. Wat je ook kunt doen is hier zo. Dat kriebelt enorm. Oh man, ik kan er niet tegen. Is zo dat lijntje met je oog open doen. Ook weer een hele goeie. Als je, want vaak raak je daar niet heel dun. Dan doe je dat gewoon zo. Je kijkt recht voor je in de spiegel. En hup. En heb je zo'n, precies of je zo'n hele mooie kort zo'n eyeliner hebt. Ziet je, mijn eyeliner is ook niet perfect. Maar dat hoeft ook niet, hè. En dan duw je nog zo'n tegen de wimpers. Dan, wenkbrauwen. Je ziet, ik mis nu wel wat blush, hè. Als je kleur zet op je ogen, dan heb je wel wat blush. Oh, sorry. Ik ben mijn juiste potlood in zoeken. Goh, ja, dan gaan we maar wat donkerder, hè. Ah, nee, hier is het, hier is het, hier is het. Ja, als je dan wat kleur hebt op je ogen, mag je echt wel je blush ook wel wat aanzetten. Anders dan, ja, is dat niet een verhouding. Maar dan moet je natuurlijk wel niet voor de lippen gaan. Hè? Nu ga ik ook wel mijn wenkbrauwen blond, licht houden. Niet te fel. Hier ook. Onderkant. Ik ga hier een beetje verdikken. Onderkant. Dat is nu het enige aan mijn heel lijf wat ik moet verdikken. Hè? Dat zijn mijn wenkbrauwen. Voilà. De eyeliner nog niet aangekocht. Aanrader. De eyeliner is sowieso een aanrader. Want een eyeliner is super gemakkelijk. Droogt snel. Hervulbaar, ook heel belangrijk. Het puntje is een penseel. Het zijn penseelhaartjes. Dus ja, dus echt waar. Dit is de beste eyeliner ever. Iedereen die heeft, moet nu reageren en zeggen hoe goed die is. Want die is echt al heel goed. Echt, neem ik mee. Ik ben nu een beetje flauw aan het doen, maar het is wel zo hoor. Oké, dus de corail wat ik op mijn ogen gebruikt heb, ga ik nu ook als blush gebruiken. Maar ik wil ook wat warmte brengen en kleur. En dat ga ik moeten doen met een matte poeder. Want als ik nu corail ga doen en een bronzer met een glans, is veel te fel. Hè? Dus ik ga gaan voor de Soleil poeder. Met de Fan Brush. Ik weet niet of je die alles gezien hebt of getest hebt. Maar de Fan Brush is heel tof om plaatselijk heel goed te kunnen werken. Daar kun je veel preciezer mee werken. Zoals je ziet, doe ik die onder mijn jukbeen in een lange 8. Kijk, in slow motion is het dit. En in het normaal tempo is het dit. Hier, dat is raar, hè? Aan die kant doe ik altijd cirkeltjes en aan die kant doe ik een 8. Dat is een, ik weet daar niet hoe dat komt, waarom ik dat doe, maar dat is gewoon zo. Dus hier onderin. Maar ook weer draaien, hè? Niet strepen trekken, maar draaien. En ik begin onder dat jukbeen. Ik bedoel aan de haargrens, sorry, en ik ga naar voor. Heb je te fel? Doe je daar maar even met de kapoekie over. Ja, oké. Okay. Dan kun je dat ook doen onder je kaak. Dat is fijn, Vicky, dat je niet allergisch reageert op de eyeliner. Onze productjes zijn ook allemaal hypoallergeen. Hè? We werken ook echt samen met UZ Leuven en zo. Met heel goede labo's die onze producten mee helpen ontwikkelen. Dat is niet voor niks dat dat ook gekozen is om voornamelijk in de apotheek te liggen. Dat is wel belangrijk, hè? Want ik weet gewoon uit ervaring dat er gewoon heel veel mensen allergisch reageren en gevoeliger zijn enzovoort. Ja. Plus, als je dat niet zei, is het gewoon belangrijk om gezonde producten te kopen. Hè? Nu ben ik even met die blush, die corail. Die ga ik hier doen. Kijk, die blinkt heel schoon. Hè? Dus je moet daar zeker geen highlighter meer gebruiken. Hè? Dat is allemaal met dezelfde penseel. Hop. Voilà. Als je dan nog feller wilt dan een highlighter, spuit je daar Le Fixeur op. En dan haast je. Dan neem je opnieuw een beetje corail.
En dan zet je die er even op. En dan krijg je dat nog feller. Ziet je dat? Wow. Dat is een heel grote tint. Dat is nog echt feller. Dus dat is ook wel tof om te weten. En dan gaan we voor een glosje. En ik ga gewoon voor een glosje. Want ik wil echt niet meer. Want ik ben al kleurrijk genoeg vandaag. En dit is abricot. Ja, en toch, nee, ik vind die te blinkend. Ziet je, ik kies soms ook slecht, hè. Dus ik ga dat daar vanaf doen, hè. Eigenlijk vind ik dat ik daar niks op moet doen. Wat vinden jullie? Ik ga eens kijken. Ofwel de saumon, kan ook. Of de crème brûlée. Ik ga voor de crème brûlée. Ik ga voor, nee, ik weet wat ik ga doen. Ik ga voor de plum, de potlood. De potlood... Heel rustig aanbrengen, want ik wil mat. En dan ga ik dat vervagen. Als je dit doet, houdt dat heel lang op je lippen. Hè? Dit is de langste lipstick, houdbare lipstick er is, omdat er geen vet in zit. Hè? Dat is heel droog. En ik doe dat gewoon zo. En dat is genoeg. Ik heb nog nooit zo weinig vragen gehad als vandaag. Iedereen is moe van in de zon te liggen, denk ik. En te veel paaseieren te eten. Voilà. Dat kan wel, hè. Dus, haren nog te goed doen. Het is morgen pas geverfd door mijn dochter. Ik ben heel blij. En dan hebben we die gekruld deze morgen ook. Of deze middag. Het was al middag toen ik eraan begon. En voilà. Helemaal goed. De tutorial van haren krullen, voor de mensen die interesse hebben, die staat trouwens op mijn privé Instagram, denk ik, vandaag nog. Ja, klopt. Die staat daarop, dus dan kun je ook eens kijken. Hè. Als je dat leuk vindt, buiten make-up, dan is dat ook wel een optie. Wat vinden jullie van de look? Wie zou dat durven zo? Blauw, munt met korai. Niemand? Eens kijken hier, eens kijken daar. Je kunt natuurlijk onder de ogen een oogschaduw gebruiken. Ik heb dat ook gedaan. Hè. Ik heb het grijze potloodje gedaan. En dan heb ik een klein beetje multi gedaan. En dan een klein beetje munt van hier. Dus de kleurtjes van boven breng ik vaak hieronder een beetje terug. Maar ik miste wat diepte en donkerheid. Omdat die twee kleuren heel fris zijn. En dan heb ik wat met een potloodje gewerkt van onder. Leuk. Ja, je durft ook Evelien, dat is goed. Ja, het is ook een leuke combinatie. Ik doe dat zelf ook niet zo heel veel. Omdat dat, ja, dat is ook wel iets opvallender dan gewoon roze of bruin. Hè. Maar ik vind wel dat we dat wel mogen doen zo in de lente, in de zomer. Maar niet met wat ik aan heb. Dat is echt te veel kleur. Ik hou van kleur. Roze haar en roze blousjes en oogschaduw in het oranje. Maar het kan wel, het kan wel. Welke kleur is het lippenpotlood? Is de plum. Dat is eigenlijk een heel mooi basiskleurtje. Dat is zo in een nude. Ik ga hem eens op mijn hand zetten. Allee, nude. Dat is niet echt nude, hè. Dat is zo beige-bruinachtig. Weet je... Dat is gemakkelijk. Dat kan bij alles. Als je nu een rode lipstick opzoekt, is dat ook goed, hè? Ja, verkooppunten ziet je allemaal op de site. We hebben een heel toffe site, sanperson.com. Als je daar nog nooit naartoe bent geweest, is het hoog tijd. Dus dan moet je dat vandaag doen, hè? Of morgen. Wij verkopen voornamelijk bij apotheken. Die zijn ook allemaal open. Dus je kan daar ook naartoe gaan om de kleurtjes te testen. En op de website ziet je ook alles staan, hè? Wilt je toch op onze website kopen, ben je zeker welkom. Maar je kan het ook reserveren om bij de apotheker te gaan afhalen. Dus dat is eigenlijk up to you in deze coronatijden. Hè? Al onze video's staan ook op ons YouTube-kanaal. Dus als jullie daarop abonneren, zien jullie natuurlijk ook alle dingetjes. En that's it. Ik zal heel kort herhalen nog wat ik gedaan heb. Ik heb gedaan de tip van de dag. Eye primer kennen jullie al. Maar dan concealer op het oog gezet. Vooral op de oogbol. Dan heb ik met mijn smudge kwast. Dat is echt een van mijn favorieten. Dat is een hele kleine kwast. Ja, ik zal die zo laten zien misschien. Zo kleintje. En daar kun je dan heel snel je korai blush. Twee kanten zetten.
de maand van voor. Klein beetje multi ertussenin, moet zelfs niet. Klein beetje van voor. Dan heb ik de eyeliner rond aangebracht als tip voor ogen te vergroten. Als je dat nog meer wilt, kun je nog je mascara in het midden nog wat extra aanduwen. Dan heb je nog meer zo dat poppen effect. Onderaan een grijs potlood in plaats van altijd bruin of zwart. Van binnen en dan een beetje mascara en klaar. En dan heb ik mijn lippen, de plum gedaan. De potlood gewoon niet meer of niet minder, omdat alles blinkend is en dan wil ik iets mat. Dus combineer altijd, om diepte te krijgen, glanzende tinten met donkere tinten en met mat tinten. Dat is wel heel belangrijk. Dus niet te veel blink, 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 blink. Ja? En dan heb ik een matte bronzer gedaan. Met dan ook weer de kruiven op mijn ogen geblend als blush en highlight. That's it. Dan nog één klein dingetje, want we hadden een hele leuke wedstrijd. We hadden de kabuki pot, raad de kabukis in de pot. En er zijn twee winnaars, eentje op Facebook en eentje op Instagram. Maar ik wil jullie wel laten zien wat ze gewonnen hebben. Want ze hebben, en nu ziet je mijn kijk eens hier, ziet je mijn tafel trouwens daarin. En mijn twee gsm's. Zit je daarin? Maar wat hebben ze gewonnen? Ze hebben onze nieuwste spiegel gewonnen. Dus als je eigenlijk op zoek bent naar een hele goede make-up spiegel, is dit de spiegel. Want hier zit je jezelf gewoon in. Kijk hier, wat een rommel. En hier zit je jezelf 5 keer zo groot in. Zit je ook aan de gsm? Tof, hè? Maar het leuke is, er zat ook zo'n heel klein logootje op van 100%. En er staat ook een lichtje in. Dat is een ledlicht. Dat is ook wel heel fijn, want dan heb je eigenlijk altijd het perfecte licht. Dus die is vanaf nu ook te pre-orderen in de apotheek. Want we zijn die uit het shippen deze week en volgende week. Dus dat is wel heel tof. Als je eigen cadeauken wilt doen, of iemand anders een cadeauken wilt doen, die zit ook in een hele mooie doos gepakt. Goed beschermd, dus je kunt die perfecte ook opsturen naar... Maar hij is echt, en hij is ook heel zwaar en stevig. Het is echt zo geen prul. Dus echt een fatsoenlijke, goede spiegel. Laat me het zo zeggen. En dan die lampjes, die vind ik vooral. Hè. Er zitten batterijen in, maar het is led. Dus ja, daar gaat je wel even mee toekomen. Hè. Voilà, dat was het. Ik wens jullie nog een super, super fijne zondag. Ik ga nu naar Uitgesteld Blind Getrouwd kijken. Een van mijn favoriete programma's. En morgen zijn we er weer. We hebben weer een heel leuk programma komende week. Want er komt Sabine Diels komt er. Dat is ook een toffe om eens te zien. Want die is zo mooi opgemaakt altijd. Loredana van Toe Fabiola komt ook in het weekend. We hebben nog Evelien Hoste, dacht ik. En we hebben Ria. Ria Meert komt ook. Ria is een dame met een rijpere huid. Dus mensen die zeggen, ik heb rimpeltjes, ouderdomsvlekjes. Ik wil niet weten wat ik daarvoor moet doen. Dan zeg het voort en allemaal kijken. Want die komt dinsdag al. En dan hebben we nog een hoop van onze toffe visagisten van ons vast team. Die ook zeker naar jullie gaan tips komen geven. En elke avond weer iemand nieuw. Dus voilà. Ik wens jullie allemaal nog een top, top, top zondag. En dank je om te kijken. Doei. Oké, eerst deze sluiten. Ik moet hier echt wel zo dubbele shift. Dag, dag Facebookers.